grootschalige zoekactie naar vermiste Nijkerker. 10.000 bezoekers komen af op de Dahlia-reuzen van het Bloemencorso in Lichtenvoorde. En een kunstenaar uit Wageningen geeft zijn kunst gratis weg, maar of je er wat aan hebt, is de vraag. Goedenavond, is het nieuws van zondag 11 september. De politie is met man en macht op zoek naar een vermiste Nijkerker. Een 42-jarige man vertrok gisteren op zijn mountainbike vanuit Nijkerk voor een tochtje naar Zeewolde. Na het noodweer is zijn mountainbike gevonden en werd de man als vermist opgegeven. De politie Flevoland startte een grote zoekactie. Met auto's en een helikopter is de afgelopen nacht in de omgeving van Zeewolde naar de Nijkerker gezocht. Maar dat bleek tevergeefs. Vanmorgen is het zoekteam uitgebreid met crossmotoren, speurhonden en een peloton van de mobiele eenheid. Het is vandaag precies 10 jaar geleden dat de wereld werd opgeschrikt door de aanslagen op de Twin Towers in New York en het Pentagon. Een groep jongeren in Ede zou het op een bruggetje in de wijk Veldhuizen gevierd hebben. Burgemeester Van der Knaap probeert dat nu, 10 jaar na dato, nog altijd te ontkrachten. Die 5, 6 jongetjes die daar een beetje aan het klieren waren, is het beeld nu in heel Nederland dat er dus heel wat spectaculairs aan de hand was in Ede. Maar dit is de werkelijkheid en ik kan het niet anders maken als dat het is. De politie communiceerde destijds dat het enthousiasme van de jongens vermoedelijk te maken had met de aanslagen op de Twin Towers. En zo werd een verhaal geboren dat de hele wereld overging. Feestende Marokkanen in Ede. En zelfs afgelopen week, tijdens de 9/11-uitzendingen, kwam het verhaal weer regelmatig voorbij. Zoals vorige week zondag in KRO's Brandpunt. In Nederland loopt de spanning even op een brug in Ede. Moslimjongeren meden daar te moeten gaan feestvieren. En zo blijft Ede, 10 jaar na het incident, vechten tegen de beeldvorming. Buurtbewoners zeggen ook dat ze niet begrijpen dat wat hier destijds op deze brug is gebeurd nog steeds wereldnieuws is. En dat die joelende kinderen nog altijd de landelijke media halen, daar snappen ze helemaal niks van. En nu? Wat doen we 20 jaar na 9/11? Nou, dan is deze burgemeester al met pensioen en dan kijkt hij waarschijnlijk weer naar zijn opvolger die dit beeld wil moeten ontkrachten. Appelpop en het fruitcorso. In Gelderland bruist het dit weekend van de evenementen. En daar hoort ook het bloemencorso in Lichtenvoorde bij. Het spektakel in de Achterhoek wordt jaarlijks door 10.000 bezoekers bezocht. Wat vindt u van de Corso Wagens die langs? Geweldig, het wordt ieder jaar beter. Ieder jaar beter? Ja, vind ik wel. Maar ook wel groter. Ja, heel erg leuk. Heb je nog mooie wagens gezien? Ja, hele mooie. Ja, veel kleuren en zo. Het is nu wel heel erg leuk. Het is heel gevarieerd. Denk ik. Dat hoort bij het corso? Ja, dat hoort bij het corso en bij de wagen. Dus dat is het onderdeel ervan, denk ik. Heeft u veel moois voorbij zien komen? Ja, ik vind het schitterend. Ja. Ik ben heel lang niet geweest, maar ik vind het heel erg mooi. Met name de beweging van het schip en ook de figuranten. Dat past echt heel goed bij. Ja hoor, het is de eerste keer dat we hier zijn, maar het is echt de moeite waard. Na het TV-nieuws kunt u kijken naar een speciale uitzending over het bloemencorso in Lichtenvoorde. De Graafschap heeft zijn eerste zegen van dit seizoen behaald. Uitgerekend in de Gelderse derby tegen NEC pakte de ploeg van Andries Ulderink de eerste 3 punten. De Superboeren wonnen met 1-0. Veel sfeer gisteravond op de uitverkochte en broeierige Vijverberg. Daar waar de Graafschap vorig jaar nog kansloos verloor van NEC, won de thuisploeg nu met 1-0. Soufiane El Hasnaoui maakte zijn 2e goal. En scoren voor een jonge spits is altijd speciaal. Ja, ik denk dat iedere spits dat nodig heeft. Je leeft van goals. En iedere goal is gewoon weer even een bevrijding voor jezelf. Ja, dat je het nog kan? Nee, dat ik het kan, weet ik.
Ze houdt gewoon goed dicht achterin en daar kan je heel moeilijk doorheen komen. En zoals ik zei, dan moet in de voorzet een keer goed komen of moet de bal een keer goed vallen. En dat deed hij vandaag niet. We hebben daar in ieder geval keihard voor geknokt. En ik denk dat we heel weinig kansen weggegeven hebben. Dus als je ziet met wat voor elftal we spelen, hoe weinig ervaring we hebben. Nou, op basis daarvan denk ik dat het wel terecht is. Ja. Ik heb hier ook zelf 2 jaar gevoetbald. Je weet hoe het is. Helemaal als ze voorkomen, dan kunnen ze gewoon heel goed de 1-0 verdedigen. En dat hebben ze heel goed gedaan vandaag. Behalve de eerste competitiezege beleefde de Graafschap ook de rentree van Mousselou Nalbantoglu, die 7 maanden geleden zijn kruisband scheurde. De oud-NEC-speler werd in de tweede helft door het publiek met groot enthousiasme begroet. Onbeschrijfelijk. Ik bedoel, wat je zegt. Je ziet al die mensen applaudisseren, opstaan. Dat is inderdaad kippenvel. En dat doet wel wat met je 100%. Ja, vertel eens. Nou ja, ik bedoel, het is zo lang geleden. En dan zo je rentree maken tegen jouw club, weet je, waar je ook natuurlijk warme gevoelens voor koestert. Dan kom je zo het veld op en NEC-supporters die applaudisseren voor je Graafschap-supporters. Ja, wat wil je nog meer? Het openbare slachthuis uit 1930 in Tiel wordt opnieuw gebruikt. Hoe? Dat ziet u zo. De Nijmeegse Radboud Universiteit laat de kwestie waar hoogleraar Roos Vonk bij betrokken is onderzoeken. Ze beweerden dat vleeseters zich hufterig gedragen. Dat deed ze op basis van de cijfers van de Tilburgse hoogleraar Stapel, die alles heeft verzonnen. Vonk heeft spijt betuigd, maar de rector Magnificus vindt dat niet genoeg. Duizenden hardlopers liepen vandaag 3, 6 of 10 Engelse mijlen tijdens de Bridge to Bridge loop in Arnhem. De tocht wordt sinds 1984 elk jaar gehouden ter nagedachtenis aan de Slag om Arnhem. De ChristenUnie wil een statendebat over het voornemen van gedeputeerde staten om geld te reserveren voor een handelsmissie naar China. De ChristenUnie vindt het goed dat de commissaris van de Koningin mee naar China gaat om deuren te openen voor Gelderse bedrijven. Maar dat moet niet zoveel geld kosten, vindt de partij. De man die dinsdag dood is gevonden in de IJssel bij de Steeg is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat blijkt uit onderzoek van de politie. Het slachtoffer is een Pool van 26 jaar. 1 schoen staat er nog, maar de rest van het beeld van het touwspringend meisje is door dieven meegenomen. Het bronzen beeld stond bij de basisschool De Nieuwe Veste aan de Buitenschans in Groenlo. De dieven hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag toegeslagen. De politie zoekt getuigen. De bewoners van een huis aan de Schuttersweg in Apeldoorn zijn vannacht door het oog van de naald gekropen. Hun 2 auto's die op de oprit naast het huis stonden zijn volledig uitgebrand. Een zoon zag de brand. Zo kon de brandweer snel worden gebeld. Dus als ze dus een kwartiertje later waren geweest, dan was het naar binnen gevlogen. En dan had het heel slecht af kunnen lopen met de kinderen. Want er is toch eentje die helemaal boven op zolder slaapt. En daar moet ik maar niet aan denken. Actueel nieuws, weer en sport uit Gelderland. U ziet het allemaal nog sneller op uw iPhone of Android-telefoon als u vandaag nog de applicatie hiervoor downloadt. Kunstenaar Paul Dunkie Jacobs uit Wageningen heeft een wel heel aparte kijk op zijn eigen werk. Vandaag smeet hij 100 zelfgemaakte schilderijen van 17 meter hoog naar beneden op het terrein van de Wageningen Universiteit. En liefhebbers mochten de schilderijen mee naar huis nemen. Het is 1930. En in Tiel wordt gebouwd, op zijn Amsterdams. Een nieuw slachthuis in de stijl van de Amsterdamse school. Vele dieren vonden hier hun eind. 80 jaar oud is het slachthuis nu, maar het heeft... U zag het, het was het verkeerde item wat we net lieten zien. Dan laten we nu alsnog de reportage zien over de kunstenaar met zijn wel heel aparte kijk op zijn eigen werk. En het werk wat hij van 17 meter hoog naar beneden gooide. Gaat-ie! Yay! Eén voor één smijt de kunstenaar de werken naar beneden, waar de kunstliefhebbers ze oprapen. Met gevaar voor eigen leven. Die schilderijen die komen zo uit de lucht van, dus ik moet wel even opletten, ja. De smijtactie trekt vanmiddag behoorlijk wat bekijks. Nou ja, zeker ja. Het is ook een beetje een raar project, hè. Tenminste, dat doe je niet iedere dag. Nee, dat mag ik hopen, want er valt niet tegenop te schilderen, toch? Nee. Nou, dat viel mee, hoor. Het gaat razendsnel. Ja. Ik had eigenlijk gehoopt dat ik ze van dat gebouw af mocht gooien, maar dat mocht niet. Dat vond de universiteit te gevaarlijk. Maar de kunstenaar, die niet voor één gat te vangen is, huurde gewoon een hoogwerker om zijn schilderijen naar beneden te kunnen smijten. De vraag is alleen, wat wil hij ermee bereiken? Nou, echt helemaal niks. Dat is juist het mooie. Totaal pretentieloos. Gewoon dat je voor de gein een beetje rare dingen doet. Wie hoopt vanmiddag gratis een mooi schilderijtje te scoren, komt bedrogen uit. Er blijft weinig over van de werkjes. Zijn ze allemaal zo slecht gelukt dat u ze weggooit? Het moet allemaal stukje worden, dus gewoon loslaten. Feestje.
eerlijk te zijn vind ik het wel jammer. Want ik vind op zich best wel een leuk schilderij. En nou ja, goed. Maar die mensen beneden die hadden gehoopt dat ze heel zouden zijn, zodat ze ze aan de muur konden hangen. Ja, pech. En mocht u thuis bij uzelf zeggen, zonde van al dat belastinggeld, maakt u zich geen zorgen. Dit is gewoon helemaal met mijn eigen geld gedaan. Er zit geen cent subsidie in. En er zijn mensen geweest die zeiden van, nou, ik vind het zo leuk, ik wil je sponsoren. Nou, die hebben wat sponsorgeld gegeven. En wat voor gevoel geeft dit nou? Nou, wel lekker, ja. Een beetje loslaten, een beetje niet al te serieus, al die dingen. Monumenten zijn gebouwen op leeftijd. Zo kan het zijn dat een gebouw zijn oorspronkelijke functie al lang heeft verloren. Nieuw gebruik, oud gebouw, is dan ook het thema voor de Open Monumentendagen van dit weekend. Het voormalig slachthuis in Tiel is een goed voorbeeld. Dit pand heeft dan wel een heel opmerkelijke nieuwe gebruiker. Het is 1930 en in Tiel wordt gebouwd. Op zijn Amsterdams. Een nieuw slachthuis in de stijl van de Amsterdamse school. Vele dieren vonden hier hun eind. 80 jaar oud is het slachthuis nu, maar het heeft inmiddels een nieuwe functie. Het is de thuisbasis van de Stichting Dierenhulp. Nu, andere dieren. Dierenambulance heeft nu zijn intrek hier genomen. En in mijn tijd waren het runderen en varkens, schapen. Mooie tijd. Dieren gaan hier niet meer naar de slachtbank. Sinds een jaar of 10 worden ze hier juist vertroeteld. De gemeente belde op en die zei, we hebben dit aanbod en het is misschien wat luguber. Dus ik zeg, nou kom maar op, wat is het? Dus ze zei, het is een slachthuis. Ik zeg, nou, daar waar heel veel ellende voor dieren is geweest, gaat nou liefde komen. En het was gelijk goed. Alleen maar mooi. Alleen maar mooi. En mooi is het Tielse gebouw ook. Vandaar dat het op de gemeentelijke monumentenlijst staat. De Amsterdamse school, zo heet de bouwstijl. U kunt dat zien aan de detaillering van de deuren met de raamlichten, maar ook zelfs de kruk die nog oorspronkelijk is. Maar er zitten ook nog wat andere elementen, want het is niet echt zuiver Amsterdamse schoolstijl, maar er zitten ook wat nieuw zakelijke elementen in, zoals de stalen ramen hier door het hele gebouw. Maar ook wat Haagse school, en dat kunt u vooral zien aan de luifels en de betonbanden en met die typische bolletjes. Een gebouw dus met meerdere stijlen en meerdere mogelijke functies. Ook nu nog haalt niet ieder dier het. En zo kan het zijn dat zijn bestemming ook weer iets vertrouwds krijgt. Voor leegstaande kerken zijn al veel nieuwe bestemmingen bedacht. In Arnhem is er nu wel een heel bijzondere, een skatehal. Geen kerkklokken die de zondagsmis inluiden, maar skateboardwieltjes over het hout. Vandaag testen skaters of de Jozefkerk in de toekomst als skatehal gebruikt kan worden. Want een indoor skatebaan in hun eigen stad, dat vinden ze wel wat. Ja, zo vet. Ja, leuk, want meestal moet ik heel ver weggaan voor skatebanen, maar nu zijn ze dichtbij. Dan zie je al die trucs doen die jij nog niet zelf niet kan en dan denk je, wow. De kerk is al lang aan de eredienst onttrokken. Het gebouw is vervallen en staat leeg. Toch is niet iedereen er blij mee. Een skatehal in de kerk. Het is natuurlijk wel heel gevoelig voor mensen die hier zelf op naar de kerk zijn geweest. Maar het parochiebestuur is overtuigd, want de kerk krijgt nu een functie voor de plaatselijke jeugd. De stichting moet nog wel met de parochie in de buurt overleggen of de kerk echt geschikt is. En de skaters zelf, die zijn enthousiast. En dan blikken we zoals elke zondag nog even terug op het opmerkelijkste nieuws van de afgelopen week. Ik voelde een schok, dus ik denk, ja, eens even kijken, want het leek wel of er een bulldozer door de straat kwam. Gelderland wordt opgeschrikt door een aardbeving van 4,5 op de schaal van Richter. Geen schade of gewonden, hoewel in Wil valt de papegaai van zijn stokje. En meteen bams lag de papegaai onder in de kooi. Er is ophef over het sterftecijfer onder hartpatiënten in ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Volgens de inspectie is het sterftecijfer daar hoger dan in andere ziekenhuizen. Maar volgens het ziekenhuis in Tiel kloppen de cijfers niet. Dat is onze eigen schuld, want we hebben het verkeerde gegevens aangeleverd. Er duikt een tweede foto op van de wolf die bij duiven is gezien. De jongens die de foto maakten wisten het meteen, dit is geen hond. Ja, hij lopen, normaal lopen ze met de poten kruislinks, volgens mij honden. En hij liep met zijn poten naast elkaar. 2 jaar geleden was het nog een wereldprimeur. Nu gaat hij dicht. De zonnecelfoliefabriek Heliantos in Arnhem, waar 85 miljoen in is geïnvesteerd, moet dicht omdat eigenaar Nuon geen nieuwe investeerder kan vinden. 61 mensen verliezen hun baan.
Steenmarters in een school in Tolkamer geven veel overlast. Ja, als we boven ons kijken, dan zie je dus een volgeplaste plafonnière. Hier druppelt dus de urine van de steenmarters in door. De school moet 2 dagen dicht om de vlooien te bestrijden en de marters te weren. Boze bejaarden in Velp. De bewoners van het Lorenshuis willen tijdens de renovatie van hun gebouw graag naar het tijdelijke onderkomen Casa Intermezzo. Maar dat wil de gemeente niet. En dus voeren ze actie op de markt. Veel lawaai voor de kraam, maar veel gepiep, hè, van de karretjes. Het was in één keer druk, hè? En dan het weer. Margot, het heeft weer flink geregend. Ja, ook in Gelderland zijn er gisteravond en afgelopen nacht stevige regen- en onweersbuien getrokken. Vooral in het westen en noordwesten van de provincie. In het oosten en zuiden bleef het allemaal beperkt en was er vooral weerlicht te zien. En vanochtend was het allemaal voorbij. Een prachtige zonsopkomst hier in Buurmalsen. Helaas bleef het niet zo, want vanmiddag nam de bewolking vanuit het zuiden toe en ging het ook af en toe een beetje regenen. Die stevige regen- en onweersbuien die zaten op deze lijnen koud. Front, de scheiding met warme lucht waar we gisteren in zaten en de minder warme lucht, maar zeker geen koude lucht, waar we vandaag in terecht zijn gekomen. En vanuit het zuiden, vanuit België, nam de bewolking in de loop van de dag toe en viel er ook een beetje regen. Nou, deze regen trekt vanavond en vannacht weer naar het oosten weg en dan krijgen we met wat opklaringen te maken vannacht. Maar daarna neemt heel snel de bewolking toe op nadering van deze storing, een hele bijzondere, want de depressie bevat de restanten van de tropische cycloon Katja. Nou is daar de meeste activiteit wel uit, maar het gaat morgen wel flink waaien. Wat betreft de neerslag zou het wel eens reuze mee kunnen vallen. Nou, vandaag hebben we natuurlijk ook wel een beetje regen gehad en dat trekt vanavond richting Duitsland weg. Dan volgt er een droge nacht met wolkenvelden, opklaringen. Later neemt de bewolking alweer toe en het wordt wat frisser dan afgelopen nacht met minimumtemperaturen van 12 of 13 graden. Morgen overdag heel snel al bewolking die gaat overheersen. Soms in de ochtend valt er een beetje motregen, vooral in het noorden van de provincie. En in de loop van de middag kan er vanuit het westen opnieuw een enkel spatje vallen. Maar het zijn allemaal geen grote hoeveelheden. Veel opvallender is de wind. Die wind uit een zuidwestelijke richting. Die is morgen behoorlijk stevig. Met in de middag een windkracht 4 tot 5. En op de randmeren een dikke windkracht 6. Een krachtige wind. Ondanks gebrek aan zonneschijn en een stevige wind wordt het morgen toch op de meeste plaatsen zo'n 20 of 21 graden. De dagen daarna is er wel weer ruimte voor de zon, neemt de wind af en blijft het op een enkele bui na droog. Dus na morgen ziet het er helemaal niet zo slecht uit in Gelderland. En tot zover het nieuws van vandaag, waarin u zag dat alles in het werk wordt gesteld om een 42-jarige vermiste man uit Nijkerk te vinden. En dat in Wageningen de kunst letterlijk voor het oprapen lag. Zometeen kunt u kijken naar een speciale uitzending over het bloemencorso in Lichtenvoorde. Ik wens u nog een fijne avond.